Nou, we gaan dus nu de staart weer plaatsen. Handig is om eventjes de as een klein beetje in te vetten, althans het tandwielgedeelte. Zodat hij zometeen makkelijk weer op zijn plek gaat zitten. Dit asje vet ik meestal even in. En het rubbertje waar straks het pijpje in komt, die hier naar boven gaat, de motor in. Die ervoor zorgt dat uiteindelijk het koelwater door het motorblok heen komt. Nou, zo kunnen we er niet heel makkelijk bij. Dus wat ik meestal doe, is ik zet de motor even helemaal voorover. Totdat hij niet verder kan. En dan kunnen we eigenlijk ook gewoon in het staartstuk kijken. Ik ga jullie het even laten zien. Hier is het buisje voor het water wat naar boven gaat. En helemaal daarbovenin, daar zit uiteindelijk waar de as in komt. Oké. Ja. Zie je dus het pennetje wat in het rubbertje gaat. En dat is heel belangrijk dat die goed erin zit. Want anders dan krijgt hij geen koelwater. Dus nou, in dit geval gaat hij er mooi in. Maar dat is dus heel belangrijk. Ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien op de video. Er zit eruit nog. Dat buisje. Als hij dan uiteindelijk zit, is heel belangrijk dat hij controleert of het stangetje dus echt goed in het rubbertje komt. En dat dus de aandrijfas goed bovenin komt. Het kan eigenlijk maar op één manier. En af en toe even de schroef een tikje draaien, zodat hij dan wel goed pakt en dat hij er goed in gaat. Dit kan even duren. Het is zelfs voor mij af en toe lastig. Stop er dan even mee 5 minuten. Ga even wat drinken of een sigaretje roken en kom dan later weer terug. Want anders gaat de boel kapot. Nou, dan zetten we uiteindelijk de schroefjes weer vast. We hebben natuurlijk net deze dopper afgehaald en daarachter zat een schroef. Ja, of een moertje, een boutje. En deze hebben we losgedraaid en dat was de schakelpen. Nou, als je nu ziet, als ik hem in de vooruit zet, dan zul je zien dat het hierin op en neer gaat. En wat er dan uiteindelijk gebeurt, is op dit moment staat de motor of het staartstukje in zijn vrij. Want ik kan het schroefje beide kanten opdraaien zonder dat er wat gebeurt. Nou pak ik even deze pen om te kijken in welke versnelling die moet. Ik weet dat als ik hem in de achteruit zet, dat hij naar beneden gaat. Dus als ik deze pen, dit is dus de schakelpen, naar beneden duw tijdens het draaien van de schroef, dan zie je dat ik nu niet meer heen en weer kan draaien. Dit betekent nu dat het staartstukje ook in zijn achteruit staat. Dus op deze manier zet hem weer vast. Zo, hoeft niet heel erg vast. Maar dan zul je zien dat hij nou op dit moment nog in zijn achteruit staat. Dan zetten we het motortje in zijn vrij. Dan zien we ook dat het schroefje in zijn vrij staat. Dan zetten we de motor in de vooruit. En dan zie je ook dat het schroefje vast zit. Dan doen we deze dop er weer op. Want hier komt ook de uitlaatgassen komen hier doorheen. Als deze dop er niet in zit, dan lijkt het net of u met uw auto rijdt zonder uitlaat. Dus het klinkt echt ontzettend hard. Dus deze doen we er weer in. En als het niet heel makkelijk gaat, dan vet u hem gewoon een beetje in. En dan zijn we klaar met de impeller vervangen. Dan gaan we de motor straks starten. Ik doe het in dit geval niet, want ik sta nu in de winkel. Maar u kunt hem gaan starten. Dan hoort er een controlestraal uit te komen. En dan is de motor klaar. En daarna zijn we weer klaar voor het nieuwe vaarseizoen. Of je kunt in ieder geval weer gaan varen. Check als je ze vast hebt gedraaid achteraf nog eventjes of ze alle twee goed vastzitten. En als alles goed gegaan is, hebben jullie nu voor het eerst een impeller vervangen. Ook voor de onderdelen is belangrijk, vaak staat er in een motor een type nummer. Dat staat in dit geval bij deze hier aan de zijkant. Dat nummer is belangrijk om de onderdelen te bestellen. En dan weet je ook precies welke impeller je nodig hebt, van welk bouwjaar de motor is. Alles kun je daar uithalen. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ondanks de corona maatregelen, heel veel sterkte allemaal en blijf gezond. En heel veel vaarplezier dit jaar.